Ja, is ook aan het komen. Welkom op deze video. De video van de camper van binnen. Ik wil jullie even laten zien waar het gereedschap hier allemaal ligt. En ook privé spulletjes natuurlijk. Nou, dit is duidelijk. Hè? We hebben hier dus het stuur, de bestuurdersstoel. En achter de bestuurdersstoel, even kijken of ik het een beetje in beeld kan brengen zo. Daar liggen twee boormachines om diamantboren op vast te zetten en daarmee te boren. Kijk, dan heb ik hier ook achter de stoel staat een koffertje, zo'n gereedschapkoffertje. Nee, daar liggen wat kleine spullen in. En de kleinere diamantboren, van de kleinere diameters. Van zeg maar, de grootste is geloof ik 60. Nou, en dan hebben we nog een verlengstuk hier. Dus, even kijken hoor. Dat is dan achter mijn stoel. Nou, en achter de stoel van Gea. Zeggen ze, hebben jullie dat gereedschap zo allemaal in de huiskamer, of in de woonkamer? Ja, als je het zo bekijkt wel. Kijk, daar liggen de boren. Dat 160, dat is de grootste die we mee hebben in deze camper. En daar ligt een zaagmachine. Daar gaat een zaagblad op van 50 centimeter. Dan kunnen we 20 centimeter diep in de beton en met z'n werk zagen. Nou, hier is het plekje voor het hondje. Die zit momenteel bij Gea op schoot. Privé hebben we natuurlijk ook een gedeelte. Zie, dit is de bananenvoorraad. Hier staat de printer om de factuurtjes te maken. Nou, dan ga ik naar achter en dan hebben wij hier een kast. En daar liggen dus de veiligheidshesjes. En dan hebben we nog een vakje hieronder. De rest is allemaal kleding. Even kijken. Dan hebben we hier een vakje. En daar ligt dan de veiligheidshelmen. En een klein beetje handgereedschap. Nou, dit is een beetje donker. Dat kun je zo niet goed zien. Maar dit is dus de toilet. Het is gewoon met zo'n porta-potty. Kijk. En allemaal bakjes aan de muur. Om handdoekjes en dergelijke kwijt te raken. Nou, we hebben een voedseldroger hier. Die kun je in de vorige video's nog bekijken. Dan staat hier, dan loop ik even iets naar achter, dan kun je het wat beter zien. Er staat hier gewoon een volledige koelvries combinatie. Staat hier binnen. Want die koelkastjes wat je normaal in de campus tegenkomt, daar hebben we niet zoveel aan. Nou, dit is ons archief, zeg maar. Wat factuurtjes en dergelijke staat erin, hebben we daar. Emmer vol. Dit is te donker, denk ik. Eens even kijken hoor. Ik heb hier een zaklampje bij. Even bijschijnen. Dus de emmer met klein handgereedschap, sleutels, hè, om de boren van de machines af te kunnen krijgen. En hier liggen zaagmachines, twee stuks. Ja, als de ene stuk gaat, moet je natuurlijk een ander kunnen pakken. Maar ze hebben ook allebei een ander zaagblad. De grootte van het zaagblad is verschillend. En daar ligt dus die zwaardere boormachine. Waarvan ik de vorige video het statief heb laten zien. Die achter op de uitbouw zit. Nou, dan hebben we hier nog een vakje. Daarboven zit onze fruitmand. Groente, zoete aardappel ligt erbij. Nou, hier hebben we dan pannetjes voor het voer voor de honden klaar te maken en af en toe een soepje voor mij. Een klopboormachine en wat blikjes met verankeringsmateriaal. Nou, dat was het voor de binnenkant van de camper, hè? Dat ik jullie dat even heb laten zien. We staan hier trouwens in Leeuwarden bij de Muscle Shop. Even kijken of ik het een beetje duidelijk kan laten zien. Muscle staat er. Dus Muscle Shop, tuinmeubelen en dergelijke. En er staat bij caravan accessoires. Dat is niet echt voor campers, maar het is meer voor kamperen
Als je met de caravan of met tent weggaat. Maar dat is heel groot hier en redelijk voordelig. Dus daar hebben we net eventjes rondgelopen. Bekijken voor een nieuw thuisstoeltje voor Gea. Maar deze hier, die zaten niet zo fijn. Nou, de volgende video. Misschien maak ik die vanmiddag al wel. Het wordt van, zeg maar, de eerste video van een beetje een impressie van een camperplek. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.